Jongens, ze hebben me, schrijft de 48-jarige Anouk op het social media platform. Ik ben mezelf niet meer. Ik ben niet langer dezelfde persoon. Hoe kan ik het anders zeggen? Ik ben een kloon, mevrouw had nog meer te vertellen. Kijk, het was een hele lange dag. Ik heb net alles onder controle. Het haar op mijn hoofd doet me daaraan denken. Ik gebruik mijn laatste hersencel om met je te praten. Het lijkt erop dat Anouk het dus niet allemaal op een rijtje heeft. Ze snapt maar al te goed dat mensen haar raar vinden, zo vertelde ze onlangs aan Margriet. Ik heb me nooit goed genoeg gevoeld op het podium, legde ze uit. Ik ben gewoon geen entertainer. Ik moet mezelf er na het derde nummer aan herinneren om even normaal, goede avond, te zeggen tegen het publiek. Ik snap best dat mensen die mij voor het eerst live zien, denken, wat is er mis? Eerder raakte Anouk in opspraak na het plaatsen van een terecht bericht op threads. Mevrouw deelde een onsmakelijke foto van haar bebloede toiletpapier met de tekst, je pippie verwijderen maak je geen vrouw. Dit wel. Ben ik nu gecanceld? Het bericht zorgde voor veel haatreacties, waaronder van deuger Tim Hofman. Daar trok Anouk zich echter niets van aan. Vandaag gaan we verder, schreef mevrouw een dag later op hetzelfde social media platform. Iedereen die je verliest door feiten uit te spreken is geen verlies. Het is een richting. Geen haat, alleen liefde. Voor iedereen.